Dit is een vierkante plaat. De temperatuur op elk punt wordt gegeven door deze functie. Deze lijnen van constante temperatuur heten isothermen. In werkelijkheid zijn temperatuursfuncties zelden lineair, maar lineaire benaderingen worden veel gebruikt in bijna elke ingenieursdiscipline. De punten met een temperatuur van 25 graden Celsius voldoen aan deze vergelijking en vormen een rechte. Punten met 30 graden Celsius of met 35 graden Celsius vormen evenwijdige rechten. De vector AB staat loodrecht op deze rechten. In deze richting neemt de temperatuur het snelst toe. Dit is een grafiek van de temperatuur als functie van x en y. Hij vormt een vlak met deze vergelijking. De plaat bevindt zich in het x-vlak. De temperatuur zetten we uit op een verticale as. Dit bruine lijntje. Geeft de vaste bijdrage touw 0 weer. Dit blauwe lijntje, de bijdrage a-x, en dit rode lijntje, de bijdrage b-y. Samen vormen ze de temperatuur. Dit punt is een vlieg. Wanneer hij volgens de x-richting loopt, bepaalt a de temperatuurstoename per meter. Wanneer hij volgens de y richting loopt, bepaalt b de temperatuurstoename per meter. Wanneer hij over een isotherm loopt, compenseren beide veranderingen elkaar. Wanneer we de grafiek in bovenaanzicht bekijken, vinden we het oorspronkelijke plaatje terug. De derde as verdwijnt, maar wanneer we de temperaturen noteren bij de isothermen, is die derde as overbodig. Knop wel in je hoofd dat deze voorstelling enkel de invoer van de functie op twee assen weergeeft. Wanneer we a en b veranderen, verandert de temperatuursfunctie en dus ook de isothermen. De vector ab blijft loodrecht op de isothermen. Wanneer we AB groter maken, wordt de grafiek stijler en komen de isothermen dichter bij elkaar. Bij een verdubbeling van A en B liggen de isothermen met nog steeds temperatuurverschillen van 5 graden nog half zo ver uit elkaar. Wanneer de vlieg eenzelfde traject aflegt, ondervindt hij een dubbele temperatuurstoename. Wanneer hij uit is op dezelfde temperatuurstoename, moet hij maar half zo ver stappen.